Welkom bij deze speciale editie van First Dates. First Dates Dance Edition. Bij deze aflevering gaan wij op zoek naar nieuwe liefdes voor onze hopeloze kandidaten. Deze nieuwe lovers hebben stuk voor stuk een net zo grote passie voor dansen als onze kandidaten. Onze eerste deelnemer is Nina. Nina werkt al 5 jaar bij First Dates en is een hele lieve meid. Zij wil zelf ook een keer ervaren wat een echte liefde is. In haar vrije tijd bezoekt Nina regelmatig technofeesten. Hier haalt ze buiten First Dates dan ook al haar energie uit. Oh, ik werk hier al heel lang, maar in mijn vrije tijd ga ik eigenlijk liever naar een technofeestje. En ze noemen hier ook wel Keta Nina. Maar ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die me steunt in hobby's en misschien wel met mij meegaat naar een festival. De perfecte match die wij voor Nina hebben gevonden, is een net zo grote technofanaat als Nina zelf. Hoi, ik ben Britte en ik ben de nieuwe interne van Econometrics. Deze jonge heer heet Joris en ook hij wil een nieuwe vlam in zijn leven. Joris heeft al vele landen over heel de wereld bezocht en zijn vrienden omschrijven hem dan ook als een echte ontdekker. In elk land zoekt hij de beste dansers om hiermee samen te kunnen dansen. Nou, ik ben bij Joris inderdaad en ik heb de hele wereld al overgereisd om een hoop dansen te zien. Heb ook heel veel verschillende partners gehad. Maar ik ben nu op zoek naar iemand met een ander talent. Een danstalent natuurlijk. En ik ben op zoek naar iemand die mij hier echt kan verrassen. De perfecte match voor Joris is een lief, zorgzaam persoon met een zeer bijzonder talent. Ik voel me sexy als ik dans. Oh 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 oh, yeah. Oh oh oh, sexy als ik dans. Hoi, mijn naam is Ricardo en ik ben volgend jaar externe van SAT Econometrics. Onze volgende kandidaat is de 16-jarige Jelle, onze voice-over specialist bij First Date. Naast First Date heeft hij een hele grote passie voor breakdansen en hij zoekt nu iemand waar hij mee zou kunnen battelen. Ja, ik breakdance dus eigenlijk al mijn hele leven. Vrienden en familie zouden wel omschrijven dat ik een best wel goed breakdancer ben, denk ik. Ik kan het jullie wel even laten zien. Ja, leuk! Veel puntjes. Zoals je zag is Jelle echt een natuurtalent. Wij denken dat deze match perfect zal zijn. I'm sexy and I know it. Ja, dan gaan we lekker dansen. En doe eens een truc. I'm sexy and I know it. Op. Hoi, ik ben Bastiaan en ik ben volgend jaar de penningmeester van Estetiek Matrix. Onze volgende kandidaat is Wenxin, een meid met veel hobby's. Ze komt het liefst tot rust in het zonnetje met een boek of tijdens een rustgevende fietstocht langs de zee. In tegenstelling tot de andere kandidaten is Wenxin nog niet zo ervaren met dansen. Ja, ik ben misschien wat anders dan de andere kandidaten. Ik kan namelijk nog niet dansen. Ik heb wel heel veel andere hobby's, maar ik zou het wel heel leuk vinden om te leren dansen en dan zoek ik eigenlijk iemand die dit al heel erg goed kan en mij dit ook kan leren. Dus ik hoop dat jullie iemand vinden. We hebben de perfecte match gevonden die Wenxin zal leren dansen. Hoi, ik ben Marike. Ik ben de nieuwe secretaris van SAT Econometrics.
Quirin is een enthousiaste man met weinig haar. Hij is 56 jaar oud en geniet nog elke dag van de kleine dingen in het leven. Hij is al 23 jaar voorzitter van ST Econometrics en wil ondertussen wel verder. Nou, hey Q. We hebben een match voor jou gevonden. Alleen zijn wij niet helemaal zeker ervan of dit de juiste match is voor jou. Normaal doen we dit niet. Maar toch willen we jou even laten zien om te kijken of jij deze persoon wil leren kennen. Oké. Oh, ja, dit wordt hem niet. Ik val op vrouwen. We zijn op zoek gegaan naar de perfecte partner voor Quirin en hebben er alle vertrouwen in dat deze match beter is. Zoals iedereen weet heeft Quirin geen stijl. Daarom hebben we iemand gevonden die heel goed kan stijl dansen. Ik ben Denise en ik ben de nieuwe voorzitter van ST Econometrics.